Goedemorgen, guys. Oh my god, het is nu 11 uur. Happy Saturday! Het is zaterdag vandaag en ik heb vrij. Ik kan echt niet geloven dat ik vrij ben. Och, ik ga eens opstaan en het heeft totaal niet gestormd, by the way. We stonden op stormweer, bla bla bla. Totaal niet gestormd en ik miste mijn planten nog niet bespoten. Dus ik ga eten en dat is het eerste wat ik ga doen. Zo, guys, mijn tuin is besproeid, maar ik ga in mijn eerste douchen, want ik weet niet, dat is aan mijn handen gekomen, dat waterspul, dat chemisch mengsel. En in mijn gezicht gesproeid en overal gesproeid, dus ik wil eigenlijk proper kleren gaan doen. En me gewoon douchen, dat ik zeker alles heb weggespoeld. Guys, mijn haar is late for the gods. Nee. Yes, honey. Oh my god. Ik ben verliefd op mijn pruik, maar ik vroeg me af, zag ik dat die onderste stukken niet afknippen. Van onderen is het echt aan het struggelen. En ik had die stenen dat zo licht, maar you know me, big hair, don't care. Ik denk dat ik twee paar verschillende kousen aan heb. I don't know. Wat hebben we aan, guys? We hebben een t-shirt van de CNA, geloof ik. En een broek van PP Jeans. En wat gaan we eten vandaag? Een hamburger met frietjes, ketchup, mayonaise en een glaasje fruitsap. Guys, ik ben een kip en beetje aan het kijken. Maar ik wil je eerst vertellen hoe vies dat die hamburger is. Oh, ik heb de GB gekocht. Het is van de GB, allee, Carrefour merk zelf. En die kostte 99 cent, maar die is zo vies. Oh my god, het is precies karton met heel veel vet. Guys, nu ben ik al iets vrij. Echt. En nu vraagt niemand mij uit. Hoe erg is dat nu? Ik heb nu zelf medelijden. Ik vind mijn eigen een beetje zielig en een beetje. Ik ben een klein beetje moe. Ik heb eigenlijk al gezien om terug de te doen, maar ik ben pas om 11 uur opgestaan. Dus ik moet iets doen vandaag, aangezien ik zielig en alleen ben. Ga jij me nu uitnodigen? Wat gaan we doen? Hey. Ik hou van cinema. We kunnen iets gaan eten. We kunnen gaan wandelen. Het is mooi weer. Oh, ik wil echt niet binnen zitten de hele dag. Nu ik vrij ben, wil ik echt iets doen. Dus. Hey guys, ik vroeg me al af waarom ik zo moe was. Ik zeg allee, hoe komt dat ik zo moe was? Want ik had maar een uurtje in mijn tuin gewerkt. Ik zeg allee, wat de hel? Tegenover gisteren heb ik gewoon heel de dag bezig. Vanaf 11:30 tot een uur of drie in mijn tuin gewerkt. En dan is mijn vriendin afgekomen. Dan ben ik nog bij mijn buurvrouw geweest. En dan heb ik nog. Ik denk 4 kilometer gestapt, twee naar de GB en terug. En ik was totaal niet moe. En dan is ik nog opgebleven tot bekas 12:30. En vandaag, maar ik heb uitgeslapen. Ik heb een uur kunnen in mijn tuin, alleen een uur en een half of zo in mijn tuin gewerkt. En ik was kapot. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik dacht ik aan van shit, ik moet mijn stomme regels krijgen. Dus daarom ben ik moeier. Op mijn vrije dag, godverdomme. Yay, we hebben een date vanavond. Oké, okay, dat is misschien iets te enthousiast voor een date, maar ik zie er wel naar uit. Het is om 9:30, dus ik zou echt nog naar de winkel moeten. Het is 7 uur, ik heb nog 1 uur. Maar dan ga ik bezweet zijn, ik heb me al gedoucht van de middag. Dus ik kan gewoon thuis blijven. Als ik iets nodig heb, kan ik er altijd met naar de spar gaan. Ik heb mijn afwas gewoon gedaan en ik heb gestofzuigd. Ik dacht van ja, dan moet ik morgen niet heel de dag kuisen. Dus dat heb ik dan alvast gedaan. En nu heb ik gewoon mijn vaatwasser leegmaken. En dan gaan we een broodje eten. En tegen 8:30 kan ik beginnen klaarmaken. Maar ja, dat is het plan, een strak plan. Kijk, ik laat jullie zien hoe ik me klaarmaak voor mijn date voor vanavond. Wat ik doe is, ik pak mijn favoriete dagcrème. Dit is mijn foundation dat ik normaal gebruik. Ik wil niet te veel make-up dragen. Het is echt van, oh my god, wat is dat? Maar ik wil wel een beetje make-up dragen natuurlijk. Dus wat doe ik? Ik pak twee pompjes van mijn foundation. En ik meng dat met mijn bodycrème. Dus ik meng dat gewoon met mijn bodycrème. Bodycrème met mijn dagcrème. En dan doe ik dat overal.
Want dat heb je wel met make-up, als je gaat erop achteraf, als je heel veel make-up draagt, moet je echt wel heel goed alles. Ik doe echt alleen heel veel make-up op voor video's eigenlijk. Maar voor overdag probeer ik dat niet te veel te doen. Alleen niet te zwaar op te doen. Dat ik zo precies geen poppengezicht heb. En dan breng ik dat gewoon eigenlijk overal in. Het belangrijkste is dat je geen strepen hebt. Maar gezien dat er een deel bodycrème is, ga je dat niet rap hebben. Alleen op je droogstukken van je huid, wel van boven. Dus aan mijn haarlijn moet ik echt uitkijken. Voilà. Ik vind het nog niet dekkend genoeg, dus doe ik nu enkel mijn foundation. Twee pompjes. Op de plaats waar het echt nodig is. Dan doe ik gewoon mascara op. Voilà guys, ik heb mijn haar gestyled. Het staat nog altijd vol, maar het is toch al wat minder. Dus ik hoop dat het een beetje stilvalt. Ik weet mijn foundation. Ik weet niet of ik er nog van onder nog wat foundation ga opdoen. Maar ik ga eens mijn lippenstift opdoen. Yep, ik ben klaar voor te vertrekken. So guys, ik ben op weg naar mijn date. Maar ik ga eens langs de bank passeren, want ja, je moet toch voor je eigen kunnen betalen. Want vooral, we gaan eerst iets drinken, dus ja. Dus ja, je moet voor je eigen kunnen betalen, vooral als je hem niet leuk vindt. Och, ik heb zo